Vanaf deze week trainen vier spelers van het onlangs failliet gegane SC Veendam mee met de selectie van FC Groningen. Mitch Apau, Lars Lamboy, Lars Hutte en Tom Overtoom kunnen de rest van het seizoen hun conditie op peil houden bij FC Groningen. Begin vorige week werden ze gevraagd om voor de rest van het seizoen aan te sluiten bij de selectie van de FC. Ik werd opgebeld door Veldmaten en die zei dat ik een paar weken mee mocht trainen. En ja, hoe is dat dan? Want Jort, je weet net dat je club waar je speelt failliet is. Hoe is het dat je dan hiermee kan trainen? Ja, ik ben hartstikke blij. Ik bedoel, anders zit je misschien op de bank, moet je zelf in de sportschool wat doen. En nu heb ik de mogelijkheid hier om op goed niveau mee te trainen. Het is niet goed om tot juli stil te zitten, totdat je weer in een nieuw seizoen begint, eventueel bij een nieuwe club. Dus daarom is het mooi dat je hier je conditie op peil kan houden en jezelf kan laten zien. Na het uitspreken van het faillissement van Veendam was er nog enige hoop op overleving dankzij de reddingsactie van Henk de Haan. Maar die leverde niet het vereiste resultaat op. En dus kwam voor sommigen de klap van het faillissement alsnog hard aan. Ik heb er toch al 4 jaar gezeten, dus dat deed me al wat. En dan is het ook wel mooi dat je meteen weer op kan starten en dat je Veendam achter je kan laten. En dan je hoofd even leeg kan maken en weer lekker aan voetbal kan denken. Ja, dat heb je toch wel nodig na zo'n periode dat het moeilijk is. Ook voor Luis Pedro was het nieuws van het faillissement een vervelend bericht. Hij werd dit seizoen door FC Groningen verhuurd aan Veendam om ervaring op te doen in de Jupiler League. Het kwam hard aan. Ik bedoel, oké, je ziet het wel aankomen, maar alsnog, als het officieel is, dan is het toch wel hard. Ja. Ik bedoel, de mensen daar, verdrietige mensen, dat gun je niemand. Ja, hoe speelde het in de spelersgroep op het moment dat jullie nog gewoon in de competitie zaten? Ja, het speelde toch wel een belangrijke rol. Ik bedoel, in de wedstrijd zit het toch wel in je achterhoofd van, komt het wel goed met ons? Mm-hmm. En op een gegeven moment, het salaris van de jongens werd ook niet meer betaald. Dus het zit toch wel in je achterhoofd en gaat een belangrijke rol spelen in de wedstrijd. Tom Overtoom was een van de opvallendste spelers van SC Veendam dit seizoen. Overtoom, afkomstig van de jeugdopleiding van Ajax en daarna spelend voor Haarlem en Sparta, scoorde op 15 maart tegen FC Os het allerlaatste officiële doelpunt van Veendam. Is dat ook een reden waarom Groningen heeft gezegd van kom deze periode mee trainen en laat maar zien wat je kan? Ik denk dat het er wel mee te maken heeft, ja. Hebben ze dat ook zo gezegd? Jawel. Ja, dat deze vier goed seizoen hebben gedraaid en dat we als beloning hier mogen mee trainen. Luis Pedro kwam als huurling van FC Groningen dit seizoen tot 24 wedstrijden in de hoofdmacht van SC Veendam. Ik ben er tevreden over. Ik bedoel, het was nieuw. Ik speelde op de linksback. Heb ik nog nooit eerder gedaan in een wedstrijd. Mm-hmm. Nee, ik ben tevreden over mijn seizoen. Ik heb een goed seizoen kunnen draaien in Veendam. Hoe baal je dan dat je dan dat seizoen op die manier niet af kan maken? Van de ene kant baal ik wel. Want bedoel, we deden het goed en het liefst had ik het afgemaakt. Maar van de andere kant, ik kom gewoon bij Groningen. Ik bedoel, een niveautje hoger. Ja. Dus dat is ook wel weer positief. Op dat hogere niveau kunnen de vier van Veendam zich wellicht de komende weken in de kijker spelen bij FC Groningen tijdens de trainingen. Eredivisie club. Ja. Grotere club. Het niveau is even wat hoger, maar geen probleem, nee. Daar moeten we heen. Natuurlijk wil je zelf laten zien en kijken of je het niveau aan kan. En lukt dat, dan is het mooi meegenomen en lukt het niet, dan probeer je iets anders te zoeken.